tot het einde van de video en dan zie je wat de prijs zal zijn. Ik ben Michaïra en vandaag gaan we natuurlijk kroeshaar ervaren. Ik heb vandaag een primeur. Ik ga crochetlocks zetten, maar niet bij mezelf, bij iemand anders. De mensen die mij kennen, die weten dat ik echt heel vaak ander haar heb. Of het nou is een kapsel met mijn eigen haar of een kapsel met nep haar. Ik vind het echt heel leuk om steeds wat anders te doen. Ik doe zelf mijn haar, maar haren van anderen, dat doe ik echt bijna nooit. En dat doe ik niet omdat ik vaak denk... Stel je voor, het is niet mooi. Ik weet van mezelf, ik ben heel erg kieskeurig met betrekking tot mijn haar. Dus als het niet precies zit hoe ik zou willen dat het zit, dan kan me dat mateloos irriteren. En stel je voor dat dat dan ook gebeurt bij degene van wie ik hun haar doe. Dus liever niet. En een ander ding, stel je voor ze vinden het wel hartstikke mooi, dan is de kans groot dat ze het vaker willen doen. En of ik daar nou echt zin en tijd voor heb, of tijd voor wil vrijmaken, dat weet ik niet. Dus ik hou het meestal safe en ik doe mijn eigen haar. En als andere mensen hun haar willen doen, laten we het maar zelf doen. Maar speciaal voor deze video ga ik dat wel doen. En om het nog bijzonderder, in ieder geval voor mij te maken, ga ik aan het eind van deze video een prijs weggeven. Dus als je wilt weten wat dat is, blijf kijken tot het einde van de video. En dan zal ik het bekendmaken en ook wat je kunt doen om ervoor in aanmerking te komen. Dus blijf kijken! Mijn model heeft gekozen om locks te zetten. Dus dat zijn dreadlocks, afgekort naar locks. Mooie rode ombrekleur. Als je niet weet wat crochet is, dat is volgens mij in het Nederlands haken. Dus ik ga haren haken aan haar haar. De haren hebben we besteld via AliExpress. En in het opmerkingenveld zal ik de link zetten, zodat je zelf kunt kijken als je interesse hebt naar de locks. Laten we beginnen. De komende minuten zal je zien hoe ik de haren vlecht zodat ik later de locks eraan vast kan haken. Om het zo natuurlijk mogelijke eindresultaat te geven, doe ik het haar verdelen in twee delen. De voorste gedeelte doe ik losse vlechten en de achterste gedeelte ga ik doorvlechten. Ik begin dus eerst met het maken van losse dunne vlechten aan de voorkant van haar hoofd en dan van de ene oor naar de andere oor. En je wilt dunne vlechten, zodat je die later goed kunt verstoppen in de locks. En dan ziet het er het beste uit. Hoe dat eruit ziet, laat ik je straks zien. Daarna ga ik met de rest van de haren aan de slag en dan ga ik het doorvlechten van voor naar achter. Voordat ik haar haren vlecht, breng ik nog wat haarcreme aan voor extra hydratatie. Deze haarstijl laat ze een aantal weken erin zitten, dus je wilt dat de haren goed beschermd en goed verzorgd zijn. Wil je trouwens weten hoe je je haren het beste kunt voorbereiden voor zo'n beschermende haarstijl waar we nu mee bezig zijn? Ik heb daar een video over. Ik zal de link er naartoe zetten hieronder in het opmerkingenveld. Klik erop en dan weet je hoe je je haren het beste kunt verzorgen voordat je een beschermende haarstijl doet. De grootte van de banen bepaal je aan de hand van hoe groot iemands hoofd is en hoeveel haar iemand heeft. Probeer zo plat mogelijk te vlechten, van voor naar achter. De haren het dichtst bij haar oor vlecht ik van voor naar achteren. En de haren in het midden van haar hoofd vlecht ik ook door van voor naar achteren, maar halverwege kruis ik ze. En dat doe ik zodat het eindresultaat ook plat blijft. Mocht je niet helemaal begrijpen wat ik bedoel, zometeen zie je het eindresultaat van het hele vlechtpatroon en dan begrijp je precies wat ik bedoel.
zorg ervoor dat de vlechten niet te strak zijn. Heel vaak denken mensen dat je de vlechten heel strak moet zetten, zodat ze langer blijven zitten. Ik doe dat persoonlijk niet, want hoe strakker je ze zet, hoe pijnlijker het is en dat kan ook je haren beschadigen. En daarnaast, straks doen we de locks er doorheen haken en dan worden de haren vanzelf strakker getrokken. Het is dus niet nodig om heel strak te vlechten. Dit is dus het vlechtpatroon. Je ziet aan de voorkant 7 dunne vlechten. Die ga ik straks verwerken in de lock, zodat je dat niet ziet, die losse vlechten. En aan de achterkant zie je doorgevlochten vlechten van voor naar achteren. En halverwege, bij de middelste vlechten, zie je een kruis. En dat doe ik zodat het eindresultaat zo plat mogelijk blijft. De twee vlechten die ik overhaal, die crochet ik door de andere vlechten heen. En dat zorgt ervoor dat ze op hun plek zitten. En later zorg ik ervoor dat ze nog beter bevestigd blijven door de locks eroverheen te haken. En dan blijven ze goed op hun plek zitten. Nu ga ik beginnen aan het leukste gedeelte van dit kapsel, het haken of het crocheten van de locks aan haar haar. Deze locks maken het haken een stuk makkelijker, omdat ze al voorzien zijn van een lus. Het is eigenlijk heel makkelijk. Je maakt de naald open, die duw je door de vlecht. De lus van de lok zet je over de naald. De naald maak je weer dicht, trek je door de vlecht. En als die uit de vlecht is, maak je de naald weer open. Daar zet je de uiteinde van de lok weer in. Je doet de naald weer dicht en die trek je dan door de lus van de lok. En dan blijf je helemaal doortrekken totdat het niet verder kan en dan zit je lok vast. Dat is het. Dit blijf je dan herhalen totdat je heel haar hoofd hebt bedekt met de loks. Probeer 1 vingerbreedte afstand te houden tussen de loks die je haakt. Mocht je later vinden je hebt te weinig volume, dan kan je altijd terug en extra locks ertussen voegen. Nu de individuele vlechten nog. In principe doe je hetzelfde als wat je net deed bij de doorgevlochten vlechten. Wat je dus overhoudt is nu je eigen vlecht en de lok. Dus die vlecht wil je nu gaan verstoppen. Dat doe je door de naald te halen door de lok, door het midden van de lok. Je duwt de lok over de naald naar boven. En wanneer je bij de vlecht komt, zet je de vlecht weer in de haak, doe je de haak weer dicht en trek je hem weer door de lok. En dat is het. Je ziet nu dat de vlecht helemaal verdwenen is in de lok. Dat zorgt dus voor een wat natuurlijkere uitstraling. Het oogt dus alsof je hele hoofd bestaat uit losse loks, maar dat is niet zo. Dit blijf je dus doen met alle 7 vlechten. En wanneer je dat hebt gedaan, ben je klaar.
Dit is het eindresultaat. Mooie rood ombrekleurige locks, heel bouncy, een volle hoofd, mooie volume. En ik ben er blij mee, maar belangrijker nog, mijn model is er ook heel erg blij mee. We waren ongeveer 2,5 uur bezig. Vind je het ook heel mooi? Nou, dan is de prijs die ik heb zeker iets voor jou. Wat is nou de prijs? Nou, ik ga je haar crocheten. Heb je dus nog crochethaar liggen of wil je een nieuw crochethaar kopen? Ik zal het dan voor jou erin zetten. Wat moet je er nou voor doen? Volg me op Instagram, natuurlijkkroeshaar. En deel mijn profiel of mijn YouTube kanaal in je verhaal en tag mij daarbij. En abonneer op mijn YouTube kanaal en laat me in het opmerkingenveld weten waarom jij deze prijs verdient. Leuke prijs, hè? Volgende week maandag laat ik je via mijn Instagram pagina weten of je hebt gewonnen. Heb je er ook zo'n zin in? Ik hoop dat je ook zo hebt genoten van deze video. Als dat zo is, dan zie ik je graag terug voor een volgende video. Abonneer op mijn kanaal, zodat je er geen enkele meer mist. En tot de volgende keer!